Goedenavond iedereen. We gaan er rustig aan beginnen. Als er nog mensen later toekomen, dan sluiten die gerust aan. Maar ik ga jullie alvast hartelijk welkom heten bij het webinar Agroecologie, de natuur als bondgenoot. Jullie zijn nu in het tweede webinar in een reeks van drie. Dus aan zij die er vorige week waren, opnieuw welkom en aan al de rest voor de eerste keer welkom. Dat doe ik namens Broederlijk Delen, de Leerstoel Economie van de Hoop en de UXIA. Ik ben Marta Klaes, ik zal jullie moderator zijn vanavond. Ik ben onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen in de filosofie, waar ik onderzoek doe naar emoties. Ik ben vooral geïnteresseerd in ethiek en sociale rechtvaardigheid. Dus ja, voor mij is het heel fijn dat ik hier mag bij zijn om dat aspect van mijn onderzoek daar meer over te leren. En ik ben ook de presentator van een filosofische podcast, Kluwe. Dus ik nodig jullie zeker uit om daar eens naar te kijken als jullie dat leuk vinden. Voordat we in de inhoud vliegen, wil ik een paar technische punten herhalen waarschijnlijk voor mensen die er vorige keer bij waren. Of voor iedereen die ooit al Zoom heeft gebruikt. Maar toch goed om ze nog eens ter herinnering te brengen. Een eerste punt is dat de sessie wordt opgenomen. Die zal achteraf ook op YouTube te zien zijn, op de YouTube van Broederlijk Delen en op de website van UXIA en op de website van de Leerstoel, Economie van de Hoop aan de UA. Dus verschillende plekken om die achteraf terug te zien. Maar dat is dus ja, wel goed om te weten dat het wordt opgenomen. In die context ook, jullie mogen gerust de camera aanhouden. Dat is ook fijn voor de sprekers, maar als je dat liever niet doet, dan hoeft dat ook niet. Wel vragen we om de micro's gemute te houden tijdens de hele avond, totdat we uiteindelijk een discussie hebben en dan zal er eventueel de gelegenheid zijn om via de microfoon vragen te stellen. Als jullie toch technische problemen zouden ondervinden, dan verwijs ik jullie door naar de chat waar jullie in privégesprek met Marijke Celis of Brecht Daneels problemen kunnen aankaarten en die zullen jullie dan bijstaan. En de plenaire chat, we vragen om daar geen technische vragen in te stellen, want die gaan we proberen te behouden voor inhoudelijke vragen. Dus dat brengt me meteen bij het volgende punt. Wie tijdens de avond een vraag heeft of tijdens het discussiemoment, die mag zijn vragen in de chat zetten. En ik zal er dan voor instaan dat die vragen hun weg vinden naar een van onze sprekers. Of eventueel geef ik u zelf het woord. Dus dat is een uitnodiging om die vragen zeker neer te schrijven. Dan kort een overzicht van waar jullie je vanavond aan kunnen verwachten. We zullen eerst, net als vorige week, een filmfragment bekijken. Daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. En na dat filmfragment horen we achtereenvolgens eerst de ondernemer Stijn van Hoestenbergen, dan de medewerkster van Broederlijk Delen, Suzy Cerneels, dan professor Barbara van Dijk en tenslotte horen we nog van studenten Emma Dekkers. Maar dus misschien eerst een kort woordje over de inhoud van de avond en ook over hoe deze avond tot stand is gekomen. Zij die hier vorige week waren, hebben dit al gehoord, maar toch nog één minuutje, dat belicht te graag. Dus de Leerstoel de Economie van de Hoop is een leerstoel die eigenlijk nog maar heel recent aan de Universiteit Antwerpen is ingericht. En die wil zich vooral bezighouden met het uitdenken van seminaries oprichten, onderzoek doen naar een sociale, inclusieve en hoopvolle economie. En Broederlijk Delen heeft daar natuurlijk tamelijk wat raakpunten mee. En daardoor is het idee ontstaan om samen een korte documentaire op poten te zetten, die net de snijpunten tussen ecologie en economie belicht. En dan is het tenslotte in samenwerking met UXIA, heeft deze webinarserie vorm gekregen. En de documentaire waar het over gaat, heeft de titel De 25% Revolutie meegekregen. We gaan daar zo meteen ook een stukje van zien. En die naam komt van het idee dat 25% het percentage van een massa is dat je mee moet hebben om een ommeslag, een verandering in de samenleving te doen werken.
En de documentaire focust vooral op de donut-economie van economen Kate Raworth als een alternatief economisch model. En voor zij die volgende week terugkomen, het zal dan vooral over dat economisch model gaan. Maar deze sessie zullen we het hebben over een ander thema dat in de documentaire aan bod komt. En dat is het nadenken over alternatieve manieren en vormen van ecologische landbouw. Want onze huidige manier van voedsel produceren, dat is natuurlijk geen nieuws, maar put de gronden uit, brengt boeren in problemen, is nefast voor milieu en klimaat. En nochtans bestaan er werkbare alternatieven, waar we vanavond over zullen horen, onder de vorm van de agroecologie. En dat is nauw verwant met de biologische landbouw. En daar, over al die termen gaan we het vanavond in detail hebben. Maar eerst dus, zoals beloofd, het fragment uit de documentaire, om ons een beetje warm te maken voor het thema. Ik geef nog mee dat die documentaire op televisie uitgezonden zal worden, in zijn geheel op dinsdag 4 mei om 9:30 op TV+. Dus als je die in zijn geheel wilt zien, kan je daarop afstemmen. En ik zal ook nu in de chat een link zetten waarmee jullie die documentaire nu al in preview kunnen zien. En daarbij vragen we wel om die link nog niet te uitgebreid te verspreiden. Maar dan gaan we nu dus eerst dat stukje documentaire bekijken. We've inherited 20th century economies that are degenerative by design. They take us materials, make them into stuff we want, use it for a while, and then throw it away. And this is a linear process. Take, make, use, lose. This is what's pushing us beyond Earth's life-supporting system. De overheersende strategie van onze economie vandaag is er eentje van output- en winstmaximalisatie. Burn-outs van mensen en burn-outs van de hele planeet, dat is wat dit economisch systeem voortbrengt. We moeten stoppen met onze planeet op te gebruiken. We zijn alles aan het plunderen, alle grondstoffen uit de aarde aan het halen. En dat is een eindig verhaal. Ik denk dat het vorige systeem gebouwd is op onuitputbare grondstoffen. En dat heeft heel wat mooie dingen met zich meegebracht. Maar dat is niet echt een systeem die duurzaam is en die kan blijven bestaan. This system does not work. We need to transform the root ideas of economics. Toen ik 14 was, ben ik hier in de buurt komen wonen en toen heb ik de abdij van het park ontdekt en ik vond dat zo'n mooie locatie en ik droomde er toen al van om hier boer te worden. Ik kon mij niet vinden in die geïndustrialiseerde landbouw. De hoofdreden is dat er heel veel dingen gebeuren waar ik mij niet kan achterscharen als het gaat over schaalvergroting, grotere velden, minder houtwallen, minder natuur die dicht bij de landbouw is. Ik denk wel dat ik nog heel veel bijgeleerd heb sinds dat ik in deze sector actief geworden ben en dat het er misschien nog erger aan toe was met veel boeren dan dat ik dacht dat het was, vooral op financieel vlak, hoe weinig zij te zeggen hebben over de sector, over hun eigen producten. Dat is toch wel schrijnend soms. Ik heb vissen altijd een zeer interessant diersoort gevonden, omdat ze onder water driedimensioneel kunnen bewegen. En eigenlijk is mijn passie voor vissen begonnen toen mijn moeder mij ooit een aquarium heeft gegeven met een houtvis. En dan is dat geëvolueerd tot aquariums met Afrikaanse cycliden en dit en dat. Ik ben ook fervent duiker. Wij mensen staan dan niet altijd bij stil dat er zoveel schade wordt gebracht aan de onderwaterwereld. En waarom niet? Omdat we het niet echt zien. Maar je het zelf ziet, dat koraal doodgaat, dat de visbestanden achteruit gaan, die plastic in de zee. Als je dat zelf ziet als duiker, dan weet je toch van oké, we moeten er iets aan doen.
We moeten echt af van een model dat geïnspireerd is eigenlijk door mijnbouw, als ik het zo mag zeggen, waar dat je de hele tijd dingen uit de grond haalt en verbruikt en dan zijn ze op, naar meer een landbouwmodel waar je circulair kan zijn en ook moet zijn. Voor ons is biologisch een heel belangrijke minimumgrens, maar wij willen veel verder gaan dan alleen maar dat. Wij willen ook een circulaire boerderij zijn en zo proberen wij zo weinig mogelijk afval te hebben in het bedrijf. Mensen zoeken echt terug verbinding met het land, met voedsel, met de boer zelfs. Om beter te begrijpen wat ze eten, van waar het komt, wanneer het beschikbaar is. En in het licht daarvan nemen wij beslissingen hier op het bedrijf. En niet in het licht van hoe kan ik zo rap mogelijk rijk worden. Wij kweken omega bars in onze duurzame systemen hier in Creusotem. En wij veronderstellen dat we de meest duurzame viskwekerij zijn ter wereld, omdat we afvalwater herbruiken voor tomatenserres en omdat we de vis ook vegetarisch kweken. Wij gebruiken dus geen vismeel, ofwel de vis uit de zee, om vissen mee te kweken. Zodat het wel mogelijk is om heel veel mensen eten te geven op een duurzame manier. Van als je nu iets doet, moet je het duurzaam doen. En met duurzaam bedoel ik gericht naar de toekomst. Oké. Stijn, die ook de laatste man was die jullie in het fragment hebben gezien, is hier vanavond bij ons. Stijn van Hoestenbergen studeerde in 2002 af als master in de biologie aan de KU Leuven. En dan is hij een achttal jaar werkzaam geweest in de aquacultuur, zowel in het buitenland, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, Spanje en de Seychelles, als in het binnenland. En in 2009 is hij gestart met een onderzoek op de omegabaars, zoals jullie in het filmpje hebben gezien, aan de KU Leuven in het kader van een doctoraat bij de bio-ingenieurs. En in 2013 heeft hij uiteindelijk Aqua4C opgericht, de kwekerij van omegabaars in Kruishoutem, die jullie hebben gezien in het fragment. Stijn, ik zou aan jou graag willen vragen om in een paar minuten toe te lichten waarom of van waar de motivatie kwam om zo'n alternatieve viskwekerij op te richten. Ja, je moet jezelf nog unmuten, denk ik. Ja, hoor je mij nu? Ja, we horen jou. Ja. Dank u wel, Marta. Goedenavond iedereen. Mijn naam is inderdaad Steven Hoestenbergen. En in 2013 inderdaad richtte ik samen met twee professoren aan het departement biosystemen van de KU Leuven, Aqua4C op, dat is de omegabaarskwekerij. Nu, als men mij vraagt, ja, waarom heb je dat gedaan, dan is mijn antwoord eigenlijk relatief simpel. Dat is voortgekomen uit mijn passie. Mijn passie is inderdaad vissen. En eigenlijk de hele onderwaterwereld en als duiker, en als je zo wat rondreist in de wereld, en als je het nieuws volgt, dan hoor je continu over de plundering van de oceanen. Die is daadwerkelijk bezig. We zijn heel veel vissen aan het oogsten uit de oceanen. En een manier om dat tegen te gaan, eigenlijk om die consumptie van die wilde vis tegen te gaan, is eigenlijk om vis te gaan kweken. Ik ben met viskweken in contact gekomen in Zuid-Afrika. Maar nadat ik een aantal jaren een beetje over heel de wereld had gewerkt in de aquacultuur, dan zag ik ook dat die aquacultuur toch nog een paar duurzaamheidsproblemen had. En twee grote problemen zijn het gebruik van wilde vis in de voeding van kweekvis en ook de lozingen die de viskwekerijen uiteindelijk uitstoten. Daarom ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een vis die geen vismeel nodig heeft tijdens zijn dieet, die dus eigenlijk puur plantaardig kan gekweekt worden, en een vis die ook in een recirculatiesysteem kan gekweekt worden. En hij kwam uit bij een vis in Australië, de omegabaars. En wij zijn dan eigenlijk gedurende een viertal jaar, als een doctoraatsonderzoek, hebben wij onderzoek gedaan naar hoe kunnen wij die vis dus eigenlijk duurzaam gaan kweken zonder vismeel in zijn voeding en in die recirculatiesystemen. Dus wat doen wij nu? Wij kweken in een grote kwekerij in Creusotem vis in een recirculatiesysteem, omegabaars. Wij bootsen in feite de natuur na in ons gebouw. We hebben filters enzovoort enzovoort die het water continu zuiveren. Wij recirculeren dat water. En daarnaast gaan wij ook de vis dus zonder vismeel of visolie gaan kweken. Je moet weten dat
Gemiddeld wordt er ongeveer 2,7 kilo vis gebruikt om tot vismeel te dienen die dan 1 kilo vis opbrengt. Dus er wordt in feite meer vis gebruikt om Europese consumptievis te produceren dan dat die Europese consumptievis eigenlijk opbrengt. En daar doen wij dus niet aan mee. We zijn eigenlijk een van de enige vissen in de wereld die zonder vismeel wordt gekweekt. Nu, onze recirculatiesystemen die hebben natuurlijk nog altijd een aantal wat afvalwater. Om u een idee te geven, wij produceren nog altijd 100 kub afvalwater per dag. Dat is een fractie van wat dat een doorstroomsysteem zou produceren. Nu, wij hebben in feite een systeem waarin dat we het afvalwater sturen naar tomatenserres. Tomatenserres naast ons, dat zijn serres van 16 hectare. En zij gaan in feite al dat water opgebruiken. Dus hoe loopt het systeem? De serres vangen het water op. Het water komt in onze kwekerij terecht. De vissen doen daar hun behoefte in. En het water, aangevuld met nitraat, fosfaat, etc., gaat dan terug naar de tomatenserres. Op die manier kunnen we dus stellen dat we eigenlijk vis kweken zonder dat we water verbruiken. We verbruiken het regenwater. Uiteindelijk is dat water die valt op de daken van de serres. Dat gebruiken wij en we geven het terug, aangereikt met nutriënten aan de tomaten. En dergelijk circulair systeem slaagt er toch in om ook voor de tomatenserres een winsituatie op te leveren. Ze hebben minder meststoffen nodig. Meststoffen moeten ook ontgonnen worden. Op die manier heb je in feite een winsituatie voor ons. We hebben gratis water, we vervuilen niet. En gaan de tomatenserres natuurlijk ook minder meststoffen nodig hebben. En ik denk dat op die manier, dat mag grootschalig zijn in mijn ogen, ik denk op die manier, als we circulair gaan werken, dan kunnen we erin slagen om naar de toekomst te gaan, waarin dat we minder die in mijn geval onderwaterwereld gaan moeten plunderen, waarin dat we minder gaan lozen, en waarin dat we uiteindelijk wel kunnen zorgen dat we de wereld blijven voeden op een ethische en duurzame manier. Voilà, dat was het een beetje in het kort, want ik had maar 5 minuutjes. Dankjewel, Stijn. Ja, dat is inderdaad heel kort geweest en er zit heel veel in, dus ik kan me voorstellen dat mensen daar nog wel vragen over hebben. Ik herinner jullie eraan dat die dus gerust in de chat mogen komen, want Stijn blijft ook nog voor de Q&A, dus kunnen we eventueel nog vragen behandelen op het einde van de avond. Maar nu wil ik eerst nog iemand anders aan het woord laten. We gaan luisteren naar Suzy Cerneels. Suzy Cerneels is bio-ingenieur en zij heeft een tiental jaar als onderzoeker gewerkt aan de KU Leuven en ook aan de UC Louvain, waar ze de veranderingen in landgebruik in Oost-Afrika heeft bestudeerd en ook een doctoraat heeft behaald. En in 2006 heeft ze haar carrière dan een andere wending gegeven en is ze gestart bij Broederlijk Delen als programmaverantwoordelijke Afrika. Begin 2019 vervolgde ze dan het beleidsteam van Broederlijk Delen, waar haar focus nu ligt op het thema recht op voedsel. Dus dat sluit vanzelfsprekend aan bij ons thema van vanavond. Suzy, ik geef jou nu graag het woord. Dank je wel. Als het goed is, zien jullie mijn slides nu. Maar ik probeer hem op diavoorstelling te zetten en dat schijnt niet te lukken. Ah ja, voilà, we zijn vertrokken. Oké. Dank je wel, Marta, voor de introductie. Ik ben Suzy Cerneels en ik werk voor Broederlijk Delen. En ik wil jullie vanavond even meenemen in het verhaal waarom Broederlijk Delen denkt dat er systeemverandering nodig is als wij het hebben over voedsel. En hoe agroecologie daarbij een oplossing kan zijn, zowel hier in het noorden bij ons als in het globale zuiden. Broederlijk Delen werd opgericht om een antwoord te bieden op een hongersnood in Congo nu goed 60 jaar geleden. En voedsel en dus de strijd tegen honger, die zitten in ons DNA en zijn al sinds 1961 een belangrijke drijfveer voor ons werk. En in 1994 bijvoorbeeld stelden we ons al de retorische vraag of voedsel wel een recht is voor iedereen, omdat we toen al vaststelden dat het voedselsysteem tekortschoot. Wij willen ook kiezen voor een ander ontwikkelingsmodel, omdat we vaststellen dat ons economisch model, dat gebaseerd is op groei, tegen steeds meer grenzen aanbotst. En bovendien voelen we de nood aan een andere invulling van het begrip welvaart.
En in onze analyse dat dat systeem, dat economisch systeem, maar ook ons voedselsysteem dringend aan verandering toe is, staan we zeker niet alleen. We worden daarin gesteund door een internationale agenda, maar zeker ook door een groeiende beweging wereldwijd. Want hoewel dat 70% van onze voedingsgewassen nog geproduceerd worden door de meer dan 500 miljoen familiale boeren op kleine bedrijfjes van minder dan 20 hectare, is het toch de industriële landbouw die het dominante model geworden is. Die industriële intensieve landbouw probeert de natuur te controleren met externe middelen om een ideale omgeving te creëren voor gewasproductie. En de landbouw die dus gebruik maakt van verbeterd zaaigoed, mechanisatie en meststoffen, die zorgde begin van de 20e eeuw in eerste instantie voor een serieuze verhoging van de opbrengst in de Verenigde Staten en in Europa. En dan vanaf de jaren 60 tot de jaren 80 werd dat model in de vorm van de groene revolutie ook uitgerold naar ontwikkelingslanden en kende vooral in Azië en in Latijns-Amerika wel succes. En zo konden heel wat boeren ontsnappen aan de armoede. En was er ook voldoende goedkoop voedsel op de markt om de snel groeiende bevolking te voeden. Vanaf de jaren 90 hadden we dan dat neoliberale economische model en werd landbouw ook een onderdeel van vrijhandelsverdragen. En die globalisering die versnelde. De prijs van landbouwproducten die werd meer en meer bepaald door de wereldmarkt. En dat zette boeren aan om zich meer en meer te specialiseren in een aantal hoogproductieve gewassen op steeds grotere velden. En voor ontwikkelingslanden die zagen ook wel mogelijkheden in dat model door zich te richten op exportgewassen zoals koffie, thee, cacao of suikerriet en palmolie. En op die manier harde deviezen binnen te halen. En vaak deden ze dat ten koste van de voedselzekerheid van hun eigen bevolking. En die schaalvergroting in de landbouw, die zien we ook, die gaat hand in hand met een stijgende machtsconcentratie in het globale landbouwvoedselsysteem, zo vanaf de jaren 2000. Een handvol megabedrijven controleert 80-90% van de sector. Of dat nu gaat over productie van grondstoffen tot en met de detailhandel. Drie megabedrijven bijvoorbeeld controleren 60% van de wereldwijde zaadhandel en 70% van de wereldmarkt in pesticiden. En in de voedingsindustrie is datzelfde verhaal. Als wij naar de supermarkt gaan, dan denken wij heel vaak dat we heel veel keuze hebben, omdat er zoveel merken zijn. Maar uiteindelijk wordt die veelheid aan merken geproduceerd door een handvol mastodontbedrijven. En die concentratie van die bedrijven geeft hen heel veel macht en ook heel veel invloed. En niet alleen over de boer en over de consument, maar ook over de politici. En zij bepalen, die bedrijven bepalen, vaak via sterk georganiseerde lobbygroepen, de regels van het spel. En voor hen zijn de regels van het spel winst maken en niet zozeer de bevolking voeden. En de impact van dat intensieve systeem op het milieu is aanzienlijk. Die intensieve landbouw die zorgt ervoor dat er heel wat planetaire grenzen overschreden worden. Zoals jullie daar in die rode buitenste cirkel kunnen zien. Dat gaat over nitraat- en fosforvervuiling, biodiversiteitsverlies, ontbossing voor de landbouw. En heel belangrijk ook, landbouw en veeteelt zijn verantwoordelijk voor een kwart van de globale CO2-uitstoot en dragen dus serieus bij aan klimaatverandering. En ironisch genoeg zijn ze er ook een van de grootste slachtoffers van. En landen in Afrika en Latijns-Amerika en Azië worden daar onevenredig hard door getroffen. Maar ook de sociale impact mag niet onderschat worden. Want hoewel dat er genoeg voedsel en vooral genoeg calorieën worden geproduceerd om de wereldbevolking te voeden, wordt toch het recht op voedsel niet gerealiseerd voor bijna de helft van de mensen. Omdat die mensen geen toegang hebben tot voldoende, gezond en gevarieerd voedsel. En bovendien, 70% van de mensen die dat honger lijden, dat zijn dan nog eens zelf voedselproducenten. Zeker in ontwikkelingslanden. Zij hebben vaak hele kleine stukjes land dat onvoldoende groot is om en hun gezin te voeden en dan ook nog eens te produceren voor de markt om aan een inkomen te komen. En ze moeten ook in de meeste gevallen niet rekenen op hulp van hun overheid. En de boeren die gevangen zitten in dat intensieve landbouwsysteem, die zien hun autonomie meer en meer afkalven. En die zitten gevangen in een spiraal van schulden. Vaak ontstaan door die doorgedreven druk voor specialisatie en voor schaalvergroting.
Dus de nood aan systeemverandering is groot. En gelukkig is er wel een alternatief voorhanden, hè, onder de vorm van agroecologie. Maar daarvoor moeten we wel breder denken dan alleen maar landbouw. Hè, en moeten we streven naar duurzame voedselsystemen die gebaseerd zijn op die principes van agroecologie. Dat zijn systemen die dat eerder lokaal georganiseerd zijn dan globaal, hè, met lokale productie door autonome boeren, lokale verwerkings- en distributieketens die vertrekken vanuit de principes van solidaire economie en die dan ook ondersteund worden door de nodige wetgeving en een beleid dat dat soort voedselsystemen mogelijk maakt en die laat bloeien. Als we dat soort voedselsystemen willen vormgeven, hè, dan moeten we ons richten op diverse en duurzame productie. En dan moeten we de bodem verzorgen en voeden, zo weinig mogelijk externe inputs gebruiken, kringlopen sluiten, biodiversiteit in en naast het veld stimuleren. En dat betekent ook dat we een beperktere veestapel hebben, hè, die dat geïntegreerd is in het bedrijf en die dat wordt bepaald door enerzijds het aanbod aan voedsel, veevoer, lokaal, en ook de vraag naar mest. En zo krijgen we dan veerkrachtige, meer klimaatbestendige landbouwbedrijven. Die bodems die worden vruchtbaarder, die kunnen dus ook meer koolstof opslaan. En op die manier kan agroecologie ook bijdragen aan het verminderen van CO2 in de atmosfeer. Agroecologie betekent in voedselsystemen betekent ook dat we veel meer respect hebben voor de boer en voor de kennis van boeren en boerinnen. En we moeten die kennisopbouw stimuleren door uitwisseling tussen boeren onderling, maar ook met wetenschap zodanig dat die kennis samen kan gecreëerd worden. Autonomie van boeren en boerinnen kan verbeterd worden door hen meer controle te geven over hun gronden, zaaigoed en productiemiddelen. En agroecologie kan ook emanciperend werken door vrouwen en jongeren een stem en een plaats te geven in dat systeem. Het is ook belangrijk, die voedselsystemen zijn lokale systemen, dus die moeten ook aangepast zijn aan de lokale cultuur en aan de lokale gewoonten. En dat wordt weerspiegeld in het aanbod van het voedsel. Lokale verwerking en lokale distributieketens betekent dat we boeren en consumenten veel dichter bij elkaar brengen. En coöperaties zijn daar een heel mooi voorbeeld van, hè, van hoe dat je de economie kan organiseren zodanig dat het algemeen belang versterkt wordt. In coöperaties kan men risico's delen, men kan het werk delen en op het eind van de rit verdeelt men ook de winst op een eerlijke manier onder de leden. Tot slot is het ook heel belangrijk in die systemen dat de rechten van de boeren en van de rurale bevolking worden gerespecteerd en dat zij inspraak krijgen, hè, dat hun stem gehoord wordt en dat zij kunnen deelnemen aan het vormgeven van voedselsystemen. Dat vraagt natuurlijk ondersteunend beleid en investeringen van de overheid, hè, en daar schort het vaak al wel eens aan. Kortom, om tot agroecologische voedselsystemen te komen, is er nog heel wat werk aan de winkel. De industriële landbouw bij ons die moet omgevormd worden. Die moet af van de grote afhankelijkheid van chemische middelen en van zware machines. Er moet veel meer diversiteit binnen die bedrijven komen en die moeten terug verbonden worden met de lokale markten. En ook in het zuiden moet die overlevingslandbouw op een duurzame en ecologische manier intensiveren. En daar is zeker ruimte voor aangepaste mechanisering. Moeten ook die boeren weer beter verbonden worden met de lokale markten, zodanig dat zij een waardig inkomen kunnen halen uit hun arbeid. In het zuiden is al aangetoond, hè, dat die agroecologische praktijken de opbrengst aanzienlijk kunnen verhogen in vergelijking met overlevingslandbouw. En dat maakt boeren ook weerbaarder tegen klimaatverandering. En een recente studie die vat... Een recente studie bevat 12 jaar onderzoek samen naar de opbrengsten van enerzijds ecologische en anderzijds conventionele landbouwsystemen in de tropen. En daaruit blijkt dat de opbrengst van die ecologische systemen heel vergelijkbaar is voor die met de conventionele systemen. Alleen gewassen die dat op sommige momenten in hun groeifase heel veel stikstof nodig hebben, die blijven een beetje achter in opbrengst zonder kunstmest. Maar
boeren die halen altijd meer inkomen uit die agro-ecologische systemen. Ten eerste omdat ze minder kosten hebben. Ten tweede omdat ze veel meer gewassen kunnen verkopen. En er zijn nog een aantal bonussen voor het klimaat en het milieu bij deze systemen. En volgens IDRI, dat is een internationaal onderzoeksinstituut, is het ook heel goed mogelijk om de Europese bevolking te voeden met agro-ecologische landbouw. En zelfs nog ruimte te hebben voor exportproductie. Wel op voorwaarde dat we met z'n allen ons eetpatroon een beetje bijstellen en veel minder vlees en zuivel gaan eten en wat meer groenten en peulvruchten. Dat gaat onze gezondheid ten goede komen en dat gaat ook het inkomen van de boeren verbeteren. De Europese Commissie die heeft begrepen al dat het anders moet en die lanceerde vorig jaar haar Green Deal. Dat is een ambitieus plan om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. En een van de strategieën om daar te geraken is de farm-to-fork-strategie die ons voedselsysteem duurzaam moet maken. Dat is een stap in de goede richting. Men gaat pesticiden gebruiken halveren, antibiotica gebruik halveren, meer ruimte vrijmaken voor biologische landbouw. Dus ze zijn op de goede weg, maar men blijft wel landbouw promoten die dat gericht is op export en ook de landbouwsubsidies, die blijven voorlopig nog grootschaligheid belonen. Dus ik ga afsluiten met de vraag, is er nog hoop voor een agro-ecologische toekomst voor onze voedselsystemen? Ik denk het wel. Zoals ik zei, de EU met zijn Green Deal en de Farm-to-Fork-strategy die zetten een stap in de goede richting. En we zien dat agro-ecologie ook meer en meer erkenning krijgt op internationaal vlak. In heel wat internationale rapporten wordt dat aangehaald als de strategie om onze voedselsystemen te veranderen. En binnen de internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking zijn er ook meer en meer landen die agro-ecologie zien als een strategie voor duurzame ontwikkeling en in de strijd tegen de honger. De FAO steunt het opschalen van agro-ecologie in een aantal landen in het zuiden. Dus dat zijn hoopgevende signalen, maar wat mij het meest blij maakt, zijn heel veel initiatieven die daar van onderuit groeien, zowel bij ons als in het zuiden. Want we zien dat er heel veel mensen zijn die daar alternatieven ontwikkelen, die nadenken over hoe we voedsel kunnen produceren dat goed is voor mens en milieu. En ik denk dat we heel veel kunnen leren, ook van de gemeenschappen in het zuiden, die vaak toch met meer respect omgaan met de natuur en met de aarde dan dat wij hier doen. En tot slot is er de agro-ecologische beweging, die nog elke dag groeit en die staat voor wereldwijde solidariteit en samenwerking. We zitten nog niet aan de 25%, maar wie weet, over een paar jaar komen we daar nog wel. En ik ga het hierbij laten. Dank u. Dank je wel, Suzy Cerneels, voor jouw perspectief. Ik vind het ook fijn om op te merken, voor wie er vorige week was, dat er heel veel dingen ook terugkomen. Dus het vermelden van die Green Deal, de link met het zuiden, het globale zuiden. Dus ja, fijn dat we daarop kunnen verder bouwen. En ik denk dat we nog verder gaan kunnen bouwen met het perspectief van onze volgende spreekster, namelijk Barbara van Dijk, die is hier ook vanavond bij ons. En die zal meer de academische context en de theoretische achtergrond schetsen van een aantal dingen die hier al gepasseerd zijn en zal ook haar expertise toevoegen. Professor Barbara van Dijk is universitair hoofddocent aan het Centrum voor Agroecologie, Water en Weerbaarheid van de Coventry University in het Verenigd Koninkrijk. En in haar onderzoek en ook daarbuiten probeert ze de processen van sociale en ecologische verandering te begrijpen en er zelf ook op in te grijpen. Ze coördineert en ze is actief binnen verschillende netwerken, zoals Agroecology in Action en GIRAF, het Belgische netwerk van agroecologen, en het actieonderzoekscollectief Agroecology Now. Dat is een hele mond vol. Ik ben blij dat ik niet over mijn tong ben gestruikeld. Barbara, dank je om hier bij ons te zijn. Ik geef aan jou graag het woord. Dank je wel, Marta. En dank je wel aan de organisatoren vanavond om mij uit te nodigen en om deel te nemen aan dit seminar. Ik ga verder gaan met waar de Suzy ons heeft gelaten, en namelijk agroecologie als sociale beweging en hoop.
Want deze avond die kadert in een reeks rond systeemverandering en economie van de hoop. En ik zou vanavond de stelling willen verdedigen dat agroecologie bewegingen van hoop zijn of kunnen zijn. Maar vooraleer ik die stelling uiteen ga zetten, zou ik jullie allemaal, alle deelnemers, een vraag willen stellen. En je kan de antwoorden in de chat zetten. We kunnen op dit moment niet mensen aan het woord laten, maar geeft dat toch een idee van wat dat jullie denken. En ik zou graag willen vragen, wat denken jullie dat vandaag de belangrijkste ingrediënten zijn om sociale verandering mogelijk te maken? Dus het gaat hier over systeemverandering. Als ik nu vraag, van wat denken jullie dat de belangrijkste ingrediënten zijn om sociale verandering mogelijk te maken? Neem een minuutje om erover na te denken. En dan... Heel leuk om al die dingen te zien binnenkomen. Ik denk dat ik een aantal dingen daarvan ga aanraken. En natuurlijk, er zijn geen juiste antwoorden. Het is een mix van ingrediënten en ik ga er een paar uithalen vanavond. Ik zei het al, de avond hier, op deze seminar, die kadert in een reeks rond economie van de hoop. En volgende week dan zal het gaan meer specifiek over de donut-economie, geloof ik. En een van de uitgangspunten daarbij is dat de maatstaven die gehanteerd worden om welvaart te meten eigenlijk de verkeerde zijn. Het is jullie allemaal bekend waarschijnlijk, de meest gehanteerde indicator om welvaart te meten vandaag is nog steeds bruto nationaal product. En deze die stelt de groei van de markteconomie eigenlijk gelijk aan welvaart. Wat betekent dat? Dat betekent dat hoe meer bomen we bijvoorbeeld zouden kappen op een bepaalde plek en die gaan verkopen als hout, voor dingen die we dan later kunnen weggooien, hoe hoger het bruto nationaal product is. Als we nu op diezelfde plek zorg zouden dragen voor een bos of dingen repareren en hergebruiken, dan draagt dat minder bij tot het BNP. Of nog, volgens die maatstaf, dezelfde maatstaf, zou voedselverspilling bijvoorbeeld positief bijdragen aan welvaart. En als we het specifiek willen inzoomen vanavond hier over landbouw en voedsel, dan is een van de meest gangbare maatstaf nog altijd eigenlijk tonnen opbrengst per hectare. En als je op die manier zou meten, dan betekent dat eigenlijk dat de conventionele industriële landbouwsystemen vaak, maar ook niet altijd, productiever zouden zijn dan agroecologische productiesystemen. En dat leidt er dan toe dat sommige mensen de conclusie gaan trekken dat de agro-industrie efficiënter zou zijn omdat je minder land nodig hebt voor dezelfde opbrengst in onze contraille bijvoorbeeld. Als we het hebben over meten in gewicht. Maar voor mensen die Marjolein Visser al een keer hoorden spreken over agroecologie, die weten dat als je de opbrengst zou meten per energieeenheid, die je in de teelt van een gewas of het grootbrengen van een dier steekt, via veevoeder, meststoffen enzovoort, ten opzichte van de energie die we weer uithalen om ons te voeden, dan zou het plaatje er heel anders uitzien. Dus het vergelijken van opbrengsten in tonnen gewas per hectare heeft eigenlijk weinig zin. En dan hebben we het nog niet gehad over de roofbouw die de agro-industrie pleegt op mensen en natuur. Suzie heeft het al aangehaald in het globale zuiden in de eerste plaats. Ook deze dingen worden uiteraard niet meegerekend in BNP of opbrengstberekeningen. En die manieren van meten, waarom haal ik dat aan? Omdat de manieren van meten ook gevolgen hebben voor de praktijk. Onze meetstaven die gaan voor een stuk mee bepalen wat we mogelijk of onmogelijk achten vandaag. Industriële voedselsystemen, en ook dat is Suzie haalde het al aan, die zijn immers gebaseerd op de extractie van winst door de input van synthetische meststoffen, pesticiden en allerhande machines. En die machines die bovendien nog eens data gaan genereren die verkocht kunnen worden. Wat betekent dat? Dat het voedsel dat geproduceerd wordt in zekere zin slechts een bijproduct is. Wat eigenlijk echt telt, is een abstracte vorm van welvaart waarbij geld meer geld gaat genereren. En dit is niet
uniek aan het voedselsysteem. Dit is eigen aan onze maatschappij, gegrond in, in het kolonialisme, het patriarchaat en kapitalisme, grote woorden. Dat maakt dat de ondergeschiktheid van mensen van kleur aan witte mensen, van vrouwen aan mannen en de uitbuiting van de natuur, die maken hier allemaal deel van uit en die beantwoorden eigenlijk aan een gemeenschappelijke logica. Namelijk de onderwerping van het leven aan de logica van accumulatie. En dat is iets wat dat slechts ten goede komt aan een heel klein percentage van de mensen. En het is dus eigenlijk die afhankelijkheid van groei en een koloniale logica van hiërarchie die maakt dat onze voedselsystemen gebaseerd zijn op de uitbuiting van mensen, hun boerinnen en boeren in het zuiden in het bijzonder, en van de natuur. Oké. Ik ga terug naar de meetsystemen. Als we nu biodiversiteit, solidariteit, uitbuiting en respect mee in het plaatje zouden nemen in onze afwegingen, ben ervan overtuigd dat het verhaal er anders uitziet. Het is dus echt wel nodig om welvaart en efficiëntie anders te meten, zoals voorgesteld in zaken als economy of happiness of de donut economy, omdat het dingen zichtbaar maakt. Maar toch, denk ik, laten we ons niet vergissen. Met het maken van betere meetstaven zullen we er niet komen. Het is niet door het winnen of verliezen aan biodiversiteit mee te nemen in het evalueren van onze productiesystemen dat de agro-industrie zal ophouden te bestaan. Het is ook niet dat we meer bewijs nodig hebben dat pesticiden giftig zijn, daar zijn ze voor gemaakt, of dat de agro-industrie de boerenlandbouw kapot maakt. Nee, zoals we weten is het niet door meer bewijsmateriaal te leveren dat de dingen gaan veranderen. Het is bijvoorbeeld keer op keer al aangetoond dat mensen van kleur meer kans hebben om gedood te worden door de politie. Nee, systeemverandering, en ik zag het al in de chat verschijnen, heeft te maken met andere dingen. Het heeft te maken met macht en verbeelding. Macht over anderen en over het nemen van beslissingen en daar wil ik verder op ingaan, over het voorstellen van wat mogelijk is. Het gaat dus eigenlijk om een mindshift. En het is hier de agroecologie in het plaatje komt. Agroecologie laat ons toe voor te stellen welke andere toekomsten er mogelijk zijn vanuit het heden, vanuit de praktijken in het heden. Dus de feiten van een desastreus voedselsysteem, honger, verlies aan biodiversiteit, verdwijnen aan de vruchtbare bodem, ongelijkheid die vergroot en ga zo maar door, die zijn vandaag zo overweldigend dat er iets bijzonders aan het gebeuren is. Het stelt ons namelijk in staat om ons in te beelden dat het anders moet en ook anders kan. Er is een alternatief. En om dit te laten doordringen, ik ga het nog eens herhalen. De feiten zijn zo overweldigend dat er iets bijzonders aan het gebeuren is. Ze stellen ons in staat om ons in te beelden dat het anders moet en ook anders kan. Dus na een jarenlange dominantie van de giftige slogan There is no alternative, er is geen alternatief, zijn we vandaag in een moment waar heel veel mensen niet alleen zien dat het koloniale, patriarchale, kapitalistische systeem en het dominante voedselsysteem dat er deel van uitmaakt, niet in hun belang is, niet in het belang van 99% van de rest van de wereld, het leven op aarde kapot maakt, maar ook dat het anders moet en kan. En dat is waar hoop over gaat. Hoop gaat over het zien van de mogelijkheden. Op basis van wat er vandaag is. Dus hoop is wat ons voort laat gaan. Het laat ons toe om actie te ondernemen. Hoop is niet simpelweg hoopvol achteruit zitten. Nee, hoop is iets actief. Het is iets dat ook gevoed moet worden, iets dat aangeleerd kan worden, gecultiveerd moet worden, zoals Paulo Freire uitgebreid zei. Het is ook een kunst om hoop te organiseren, zoals Anne Dienerstein zegt. En de keuze om deze avond aan de economie van de hoop en agroecologie te koppelen, vind ik dan ook fantastisch vanuit dat oogpunt. Want agroecologie is niet zomaar een productiesysteem. Het is zoals Suzy al aanhaalde, het is een geheel van praktijken, van boeren, van wetenschappers. Het is een sociale beweging. En het is vooral ook een benadering tot het leven. En ik wil jullie dan ook uitnodigen om agroecologie te zien als een hoopbeweging. En het idee van een hoopbeweging, of een beweging van hoop, dat is niet iets wat ik heb uitgevonden. Ik laat me hier inspireren door onder andere Anna Cecilia Dienerstein, die jarenlang de sociale bewegingen in Zuid-Amerika bestudeerde. En zij werkt zelf verder op de filosofie van Ernst Bloch.
En heel wat andere, voornamelijk Zuid-Amerikaanse denkers, zoals Gustavo Estiva bijvoorbeeld. En hoopbewegingen, de bekendere voorbeelden, zoals de Zapatistas of Juan Vivir of de Degrowth-beweging, dat zijn sociale bewegingen. En die zijn sociale bewegingen die komen in verzet tegen sociale en economische onrechtvaardigheid. En die zoeken tegelijkertijd ook actief naar en bouwen nieuwe manieren van leven uit op basis van autonomie en van de erkenning van onderlinge afhankelijkheid van mens en natuur. Dus de reden om ze hoopbewegingen te noemen, is dat hoop aanzet tot actie om alternatieven te creëren die een heel andere weg inslaat. En het is dit prefiguratieve dat de hoopbeweging onderscheidt van een klassieke sociale beweging zoals de vakbonden. Die delen hun maatschappijkritische analyse, maar die gaan minder met het uitbouwen van alternatieven bezig zijn. Dus hoopbewegingen zijn bewegingen die tegelijkertijd weigeren, creëren, tegenspreken en verder gaan dan wat er is vandaag. En dat is ook wat ik zie in agroecologische bewegingen. Als ik het heb over de agroecologische bewegingen, dan bedoel ik wel de beweging die opkomt voor voedselsoevereiniteit en boeren- en boerinnenautonomie. Het is een beweging van actie die componenten van een betere toekomst inbouwt in het heden vandaag. Een hele mond vol. Ik zal in 5 punten kort uiteenzetten waarom ik agroecologie als een hoopbeweging zie. Dat betekent dat ze iets realiseren wat er nog niet is, door dingen te proberen, te verkennen, te repeteren en anticiperen op een andere, betere wereld. Of op andere, betere werelden, beter gezegd. Ten eerste, agroecologie gaat over nee zeggen. En dat kan misschien verbazen. Maar typisch voor de hoopbewegingen is dat ze dingen weigeren. En ze weigeren dingen omdat ze betere toekomsten in gedachten hebben. Dus weigeren is nee zeggen, maar het is niet alleen dat. Weigeren is ook generatief en strategisch. Het is een stap in de richting van een toekomst en weg van een andere. Bijvoorbeeld, emblematisch in de agroecologiebeweging, is het nee zeggen tegen de controle van voedselsystemen door multinationale bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan genetisch gemanipuleerde organismen. Door die te weigeren, daardoor zegt de beweging ja voor meer autonomie voor boerinnen en consumenten in de keuze wat ze planten of eten. Of denk aan de toegang tot land in België. Het is steeds moeilijker voor boerinnen en boeren in België om een stukje grond te verwerven. En tegelijkertijd behoort de familie Klarebout, eigenaar van de grootste frietfabrieken in België, bij de rijkste 10 families in België. En dat is waarom de agroecologiebeweging vorige week in een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid aardappelen ging planten en spandoeken hangen op het dak van de Klarebout-fabriek. Het is er nee zeggen en uit zulke meningsverschillen dat politieke discussie ontstaat. Ten tweede, agroecologie van de hoop gaat over het creëren van alternatieven. Alternatieven die helend zijn, niet extractief. Alternatieven waarin het leven centraal staat. En dit komt in grote lijnen overeen met wat Suzy eerder al aanhaalde. En de principes werden ook uitgebreid door Stijn en door Tom in het filmpje toegelicht. Ik ga er dus niet te lang over uitwennen. Al wil ik nog wel benadrukken dat systeemverandering, daar gaat het tenslotte over, vraagt verandering in heel wat domeinen. Transformerende agroecologie betekent transformatie met betrekking tot ecologie, de rechten en toegang tot land, water, zaden, biodiversiteit. Denk aan de landgenoten in Vlaanderen of nieuwe initiatieven zoals vitale rassen of granennetwerken die de autonomie in de zaadvermeerdering uitbouwen door horizontaal boerennetwerken uit te bouwen. Transformerende agroecologie die transformeert ook wat we als waardevolle kennis zien en hoe die tot stand komt. Het vraagt een erkenning van een veelheid van vormen van kennis en hoe die kan bijdragen tot meer egalitaire relaties. Dus het gaat niet over meerwaarde van kennis vanuit een bepaalde tak in de wetenschappen en minder waarde voor kennis die van de boeren komt. Nee, het gaat over een dialoog tussen verschillende vormen van kennis. Transformerende agroecologie die verandert ook de systemen van uitwisseling.
de meest bekende initiatieven, bijvoorbeeld de CSA-boerderij of collectieve moestuinen in Vlaanderen, waarin boeren en tuinders samenwerken met de natuur. Transformerende agroecologie die bouwt ook voedselwebben of voedselnetwerken uit. Die zijn genesteld in coöperatie eerder dan competitiviteit. Transformerende agroecologie is ook een agroecologie die gebaseerd is in een verbintenis tot intersectionele gelijkwaardigheid. En wat betekent dat? Dat agroecologie als hoofdbeweging zich ook verzet tegen meerwoudige onderdrukking. En ze bouwt aan alternatieven waarin rassen, gender en klasse geen niet langer factoren van uitbuiting zijn. Dit is iets wat misschien niet evident lijkt in de agroecologiebewegingen in België, maar als we kijken internationaal naar de, bijvoorbeeld de vrouwengroepen in Bolivia of elders, een heel duidelijk strijdpunt en maken dus onderdeel uit van de agroecologiebeweging. Een transformerende agroecologie die hertekent tenslotte ook de manier waarop we over voedsel en landbouw spreken. Opnieuw, je hoorde het al van Suzy, zij sprak niet over voedsel als een waar, maar als een basisrecht, als een gemeengoed. Dus beetje per beetje is het anders spreken over voedsel ook bijdragen tot verandering. Dus agroecologiebeweging van hoop is nee zeggen, is het uitbouwen van alternatieven. Ten derde, agroecologie als een beweging van hoop is ook erkennen dat ze bestaat uit een kluwen van contradicties. Want immers, de initiatieven die vandaag ontstaan, die bestaan binnen een wereld van contradicties. En voor een stuk, met de beste wil van de wereld, reproduceren we die ook. En dus het kritisch in vraag stellen binnen de beweging van onszelf en die contradicties is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan welke plaats is er eigenlijk voor de mensen in armoede binnen de agroecologiebeweging. Of welke spanningen ontstaan er tussen de keuze voor seizoensgebonden eten in onze contreien met zeggenschap over het bepalen van cultureel gepast voedsel. Die dagelijkse agroecologie-experimenten die staan in spanning met onze geïdealiseerde toekomstvisies. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook daar aandacht aan geven door dit zichtbaar te maken. Ten vierde, de roep naar agroecologie en voedselsoevereiniteit is overal. Het werd daarnet al verteld, van Dana Shiva Schrever onlangs nog. Vandaag wordt 70% van het voedsel nog steeds gecultiveerd door kleine boeren. Laten we dat niet vergeten. En zelf reis ik heel vaak, vaak met een voedselbril, of reisde ik vaak, met een voedselbril op. En overal raak ik aan de praat met activisten, met agroecologen, met boeren, die vanuit de plek waar ze zijn, zich verzetten tegen de agro-industrie en tegelijkertijd alternatieven uitbouwen. Dus als we met genoeg zijn om de dingen te willen veranderen en met voldoende overtuiging in actie schieten, dan ligt de macht en ruimte voor verandering weer een stukje bij. Denk aan de 25%, maar zelfs die 25% die vertrekt vanuit de marge. En opgepast, daarbij is samen sterk, pas zo sterk als onze onderlinge solidariteit. En dan voedselsoevereiniteit voor Vlaanderen bijvoorbeeld, zonder internationale solidariteit, is olie op de molen van extreemrechts. Ten slotte, een hoopvolle agroecologie, denk ik, omarmt het pluriversum. Dat betekent, hoe kunnen we binnen de agroecologiebewegingen radicale verschillen in posities, in privileges erkennen? Nadenken over wie zet de agenda vandaag van de agroecologiebewegingen. Naar wie wordt geluisterd? Als we dan willen denken aan agroecologie als hoop, dat gaat net om het erkennen van een diversiteit aan concrete utopias. En luisteren naar deze die vandaag misschien het minst aan het woord komen. Het is een agroecologie die weggaat van het idee van een opschaling en een universum gebaseerd op eurocentrische waarden en principes. Nee, het gaat over het erkennen en eren van radicale verschillen zelf. En van het kennen en van het beschouwen van het leven. De Zapatisten zeggen dit treffend, en dat is waarmee ik wil eindigen. Zij zeggen nee tegen een wereld om aan een pluriversum te bouwen waar plaats is voor heel veel ja's. Dankjewel.
Dankjewel, Barbara. Er zat zoveel in. Ik ben even onder de indruk. Je hebt dat heel mooi gelinkt aan een heleboel zaken die ook de agro-ecologie zelf overstijgen. En je hebt het daarin ook gehad over die beweging van nee zeggen en hoop in sociale bewegingen. En ik denk dat dat een mooie overgang is naar onze laatste gast van vanavond. En daarna kunnen we de veel vragen die nu aan het binnenkomen zijn in de chat hopelijk nog behandelen. Maar eerst gaan we nog luisteren naar het perspectief van een student. Iemand die ook heeft meegedaan in de voorbije jaren, nog voor corona helaas, toen mensen nog vrijwillig niet naar school gingen. Dat zouden ze nu niet meer doen, denk ik. Maar Emma Dekkers heeft toen meegedaan aan de actie van de klimaatspijbelaars. Zij zat op het Xaverius College hier in Antwerpen. En dat zou je op zijn minst ook wel een beweging van nee zeggen en van hoop kunnen noemen, denk ik. Dus graag wil ik haar nog even aan het woord laten. Emma Dekkers is nu tweede bachelor in de filosofie aan het doen aan de Universiteit van Antwerpen. En via filosofie wil zij graag het activisme ondersteunen. Ze heeft ook papers geschreven over duurzame techniekfilosofie en representatie van minderheidsgroepen en ecologie bij Bruno Latour onder meer. En ze is ook van plan om haar master in de wijsbegeerte nog te halen. Emma, voor jou heb ik eigenlijk de vraag, hoe kijk jij daar tegenaan als iemand die nog aan het begin van haar carrière of van haar activisme staat, van wat jij hier vanavond hebt gehoord? Ik ben echt onder de indruk van wat ik gehoord heb. Want vaak ben ik misschien best wel pessimistisch over de toekomst van de wereld. En ook omdat zo het punt waarop er geen verandering meer mogelijk is, steeds dichterbij komt of zo. Maar wat ik vanavond gehoord heb, vind ik wel vrij hoopvol. En ik hoop ook dat zoveel mogelijk mensen dat ook kunnen horen en dat verder bekend wordt of zo. Want ik denk wel dat hier een toekomst in zit of zo. En wat ik vooral ook interessant vond, is de focus bij Barbara op verbeelding eigenlijk. Want door dat je, zoals we in het begin zei over meetinstrumenten, doordat je altijd vastzit in een bepaald kader, blijf je zo denken. En ik denk dat die verbeelding super belangrijk is voor alle soorten verandering. En dat iets is wat we niet mogen vergeten, dat eigenlijk altijd wel anders kan of zo. En dan dat het gewoon ook, ik weet niet zo goed, ik ben een beetje overdonderd ook gewoon. maar dat die verbeelding is super belangrijk. Want ook als je ziet hoe, ik denk dat veel mensen dit gewoon willen wel, zowel boeren, want ik zie niet in waarom je als boer dit niet zou willen. Ik denk dat dat een veel fijnere manier is van werken. Als je liefde kunt tonen voor je product. In plaats van zoveel mogelijk te produceren en blijven produceren en blijven produceren en de hele tijd onder druk staan. En ik denk dat veel consumenten dat ook willen. De enige schakel die er dan nog tussen zit, is de dominantie van het economische model dat er vandaag is. En dat kan gewoon anders, want dat is uiteindelijk ook maar een constructie. Dus daar zitten we dan terug bij die verbeelding, want die economie is ook ooit als wetenschap bedacht, zeg maar. Dus dan kunnen we daar ook opnieuw die principes herdenken. En ik denk dat dat wel kan, of zo. Oké, dankjewel Emma. Ik heb zoveel vragen in de chat zien binnenkomen en ik ga proberen om er een paar te bundelen. Ik denk dat het goed is als we nog even doorgaan op de thematiek die bij Barbara en Emma aan bod is gekomen. Dus die van verbeelding en ook complexiteit heb ik gehoord bij Barbara. Of ik weet niet, contradicties was denk ik het woord.
Dat is een vraag die ik zelf ook had en wilde stellen, totdat je het eigenlijk zelf al aanreikte. Maar toch wil ik daar nog eens op ingaan. Dus je zegt, binnen die agro-ecologische beweging gaan er problemen aan de oppervlakte komen waar we niet meteen een antwoord op gaan hebben. En een van die problemen, denk ik, die, en dat zag ik in de chat ook voorbij komen, die zich gaat stellen, is de vraag, hoe zorgen we ervoor dat die agro-ecologie, die nu eigenlijk heel vaak, zeker in België, een soort luxeproduct is, dus de mensen die kunnen zich inschrijven voor abonnementen bij voedselboeren enzovoort, zijn veelal de hoogopgeleide witte middenklasse, als je dat zou zo bekijken. En de vraag is, hoe maak je dat dan inclusief? Dat kan eigenlijk ook een vraag zijn voor Stijn, hè, of die ervaring heeft met die omega-baars kwekerij, of dat dat zijn weg ook vindt buiten die hoogopgeleide witte middenklasse cirkels. Dus ik weet niet wie daar graag eerst op antwoordt. Ik wil iets erover zeggen. Uiteindelijk is het zo dat het gaat hier vooral over wat wil de mens betalen voor wat. Hè. Als je ziet dat er uiteindelijk heel weinig wordt uitgegeven aan voeding in vergelijking met andere producten, dan is dat uiteindelijk het grootste probleem. En wij met omega-baars ook, wij waren in het begin ook een dure vis. En wij moesten ons verhaal heel erg gaan vertellen en de logica van ons verhaal gaan vertellen. We hadden dan ook nog een beetje de anti-beweging van kweekvis tegen ons ook zo. Dus ja, uiteindelijk door een product te kopen die ecologisch wordt gekweekt, zou de prijs van dat product eigenlijk lager moeten zijn. Want agro-ecologie gaat uiteindelijk over het toepassen van de ecologische principes op het productieproces. En eigenlijk zou zo'n product zelfs goedkoper moeten zijn dan de andere producten. Dus het gaat hem over ja, die price setting dat je moet doen als product. En natuurlijk moet je ook een zekere schaal hebben om goedkoop te kunnen gaan leveren. Dat is ook een van de redenen waarom we een relatief grote kwekerij hebben. Het is altijd een kleine kwekerij vergeleken met bijvoorbeeld zalmkwekerijen die gemakkelijk 4.000, 5.000 ton doen. Maar uiteindelijk gaat het denk ik daarover, over wat willen mensen nog betalen voor hun voeding. En als er dan naar de middenklasse wordt gekeken, de witte middenklasse die inderdaad zo'n producten kan kopen, dan is dat gewoon omdat zij dat geld hebben om dat te doen. Ik denk, moesten armere mensen dat geld hebben, zouden ze ook ecologische producten kopen, maar die kunnen dat gewoon niet. Dus het is prijssetting die daar belangrijk is. Belangrijk is dan ook de luxe die mensen zich natuurlijk willen toe-eigenen. Ik zou er graag nog iets aan toevoegen vanuit het bewegingsperspectief. Bijvoorbeeld Agroecology in Action, het platform waar ik actief ben, geven wij heel veel aandacht aan de samenwerkingen creëren tussen enerzijds producentenorganisaties en anderzijds organisaties die vechten tegen armoede of die werken met mensen die afhankelijk zijn van voedselbanken. En net om die linken te leggen en samen na te denken over hoe de dingen anders kunnen. En dan kom je ook tot heel andere soort van oplossingen. Bijvoorbeeld, en laten we het blijven hebben in prefiguratieve ideeën, waarin dat er dingen getest worden. Momenteel is er in Frankrijk redelijk wat te doen en in België waait het stilletjes aan binnen rond sécurité sociale alimentaire. En dat is eigenlijk een model dat zich baseert op het idee van in de welvaarsstaat hebben we ziekenkassen, waarin dat je lid wordt van een ziekenkas en dan toegang hebt tot gezondheidszorg, iedereen eigenlijk, hè, ongeacht van je inkomen. En dus om op dat model als inspiratie te gebruiken om in welvaarsstaten zoals België en Frankrijk eigenlijk te gaan naar een toegang tot kwalitatief voedsel, waarin we een soort van kassen zouden creëren, waarin dat boeren die op een ecologische manier produceren deel van uitmaken. En een nieuwe herdistributie manier uitvinden. Opnieuw, dat is geen zilveren graal, hè, maar het idee van door die samenwerking tussen verschillende sectoren en zo samen na te denken over, dat is één ding. En het tweede ding, waar ik ook graag nog wilde toevoegen, is nadenken over inkomen voor de boeren. Hè. Ik denk het idee dat een boer afhankelijk is van de prijs die
zij of hij krijgt voor een product is absurd. Waarom krijg ik een salaris als ik aan lesgeef? Of waarom krijgen zoveel andere diensten in de maatschappij die instaan voor het leven, voor het onderhoud van het leven, eigenlijk een zeker inkomen? En is dat niet het geval voor boeren? Dat is absurd. Mm-hmm. Ja, dan moet ik meteen denken aan... dat was een vraag die ik ook voor mezelf had genoteerd. Wat dan de rol bijvoorbeeld van veilingshuizen nu zijn. Die geven eigenlijk ook de prijs aan die de boer maar te aanvaarden heeft. Maar ik veronderstel dat jullie daar dan ook andere alternatieven voor zien. Een andere vraag die ik hier nog voorbij heb zien komen, is eigenlijk een vraag naar het activeren van wie er nu vanavond is. Dus de vraag van wat kunnen wij doen om dat concept bekender te maken? Want volgens mensen in de chat en volgens mij ook, is dat concept op zich niet enorm bekend. En hoe krijgen we de gemiddelde Vlaamse boer en consument mee in dit verhaal, is ook een vraag die naar voren kwam in de chat. Zijn dat dingen waar jullie ons praktische adviezen in kunnen geven? Ik weet niet wie zin heeft om daarop te antwoorden. Ja, ik denk misschien dat het concept agroecologie op zich niet zo heel bekend is. Hè, maar iedereen kent bijvoorbeeld voedselteams. CSA-boerderijen beginnen meer en meer bekend te geraken. Samentuinen. Er zijn heel veel concepten die onderdeel zijn van agroecologie. En die wel bekend zijn bij de mensen. Hè, en daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is om te tonen hoe rijk dat die gemeenschap is van agroecologie en welke voorbeelden dat daar allemaal in zitten. En dan blijkt denk ik, er wel veel meer mensen mee vertrouwd zijn of er misschien zelfs al deel van uitmaken, zonder dat ze nu meteen die link leggen van, oh ja, dat is ook agroecologie. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Die veelheid aan initiatieven die dat er zijn, die allemaal bijdragen aan die verbeelding van hoe kan het anders en hoe werken wij, hoe kunnen we anders werken. Dus dat is al een eerste onderdeeltje, denk ik. Ja, dankjewel. Iemand vraagt hier ook, of het is een heel praktische vraag misschien, maar of jullie iets kunnen zeggen over of de Boerenbond hier oren naar heeft. Zijn die geneigd om mee in dat verhaal te stappen? Of is dat juist... hoe staan die in dit verhaal? Suzy? Nee, ik wil er wel iets over zeggen. Hoe staat Boerenbond hier tegenover? Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen dat de Boerenbond deel uitmaakt van het dominante systeem. Zij hebben belangen bij het voortbestaan van de agro-industrie. Dus het soort van radicale systeemverandering waar we het hier vanavond voor hebben, dat is eigenlijk iets waarin dat zij niet meer zouden bestaan. Dus de Boerenbond zal zien, net zoals veel andere grote spelers, dat het huidige model failliet is, dat weten zij ook. Dus zij gaan ook mee in omschakeling, in zekere zin, woorden als duurzaamheid worden ook in de mond genomen door hen en andere grote spelers. Maar ik denk dat het belangrijk is ook om te kijken wat daarachter zit. En als het gaat over systeemverandering en daarmee dat we vanavond, denk ik, allemaal de nadruk hebben gelegd op, het gaat niet enkel over produceren met minder pesticiden en input, maar het gaat over veranderen van machtsverhoudingen. En degenen die daarbij verliezers zijn, die zitten daar niet op te wachten. Dat zou mijn antwoord zijn. Okay. Als ik daar nog een klein beetje mag op aanvullen, dat is inderdaad wat we heel vaak zien, is dat agroecologie, dat die term wordt uitgekleed en wordt gereduceerd tot een set duurzame praktijken. Hè. En dat wordt dan verkocht als agroecologie, maar voor de rest wordt dat dan mee ingeschreven in dat gangbare systeem. En dat is helemaal niet waar agroecologie voor staat. En daar moeten we, denk ik, heel erg op letten dat dat niet gebeurt. Er zijn heel wat, zeker zelfs op hoog niveau, wordt die term wordt eigenlijk toegeëigend en ontdaan van alles wat dat er transformerend aan is, om dan enkel en alleen de duurzame praktijken over te houden.
Het belangrijk daarbij is, dat neemt niet weg, denk ik, van dat we wel natuurlijk de boeren moeten mee hebben die vandaag lid zijn van de Boerenbond. Hè? En waarom hebben de Boerenbond zoveel leden in Vlaanderen vandaag? Is ook omdat er weinig alternatief voor de boeren beschikbaar is. Ze zitten met het mes op de keel. Er zijn weinig alternatieve boerensyndicaten, om heel wat redenen, die bestaan in Vlaanderen. Dus het gaat echt over de Boerenbond als organisatie en niet om de boeren die lid zijn van hen. Ja, dankjewel. Er komen ontzettend veel vragen binnen. Ik denk dat bij iedereen heel veel dingen oproept. Een heel interessante die ik er nog graag uit wil halen. Nu ben ik hem weer kwijt, want het blijft maar binnenkomen. Is de vraag hoe dan jullie het idee van bezit van grond in dit verhaal zien passen? Is dat iets wat ja, eigendom, past dat in dat verhaal? Of moeten we meer denken aan een soort van bruiksleen? Of is er iemand die daar al over heeft nagedacht? Ik kan er misschien iets over zeggen vanuit het perspectief van het zuiden. Daar zien we wel dat je rechtszekerheid moet hebben over de gebruik van de gronden. Dat hoeft niet noodzakelijk eigendom te zijn, maar als je agro-ecologisch wilt telen, dan moet je ook investeringen doen in je bodemvruchtbaarheid enzovoort. En dat kan je niet doen als je niet weet of je datzelfde stuk land het volgend jaar nog kan bewerken. Je moet bomen aanplanten, je moet allerlei dingen doen om dat land terug vruchtbaar te maken. En daarvoor heb je rechtszekerheid nodig. Maar dat wil niet zeggen dat je eigenaar moet zijn van die grond. En we zien dat in heel veel, in Afrika, ook in Latijns-Amerika, dat er ook heel veel systemen zijn van gemeenschappelijk beheer van gronden, waar dat gronden worden toegewezen op lange termijn, maar in overleg door gemeenschappen en zo. Dus dat is iets, een heel ander systeem dan dat wij hier kennen. Maar dat werkt even goed of soms zelfs veel beter. En dat geeft ook wel bescherming aan de gemeenschap als gemeenschappelijke eigenaar van een territorium. Wat maakt dat je ook niet zomaar grond kan verkopen zonder de toestemming te krijgen van de rest van de gemeenschappen. Dus dat zorgt voor een buffer tegen landroof. Dat was het woord wat ik zocht, sorry. En dat is ook een problematiek die belangrijker en belangrijker wordt in landroof, denken aan het zuiden, hè, maar ook in België. Denk bijvoorbeeld van de aardappelindustrie, die meer en meer, of de groentindustrie, meer en meer land inneemt. Maar de vraag van bezit van grond, ik denk dat we moeten nadenken. Er ging ook een vraag in de chat rond de landgenoten. En dat gaat natuurlijk maar over een paar hectare in Vlaanderen. En ik denk niet dat de oplossing is. Dat is niet de oplossing. Maar er is ook een belangrijke vorm van gemeengoed die al bestaat. En dat is publiek landeigendom. En als we dan zien wat er de laatste jaren gebeurd is, waar bijvoorbeeld het voorbeeld van Gent is denk ik het meest treffende, waar het OCMW 400 hectare land verkoopt aan Ferdinand Huts, een van de grootste industriëlen van België, om die land in speculatie te nemen. Dat zijn dingen die zouden verboden moeten zijn. Dus de antwoord natuurlijk niet op de vraag van bezit van grond, maar ik denk dat die zekerheid dat die nodig is. En denken over meer collectieve vormen van grond en tegelijkertijd zekerheid bieden dat die grond gebruikt kan blijven worden voor landbouwpraktijken die in harmonie zijn met de omgeving. Ja, ik ga zo meteen een aantal mensen aan het woord laten, maar ik zou eerst nog graag zelf een vraag stellen aan Emma. We zijn hier nu bezig over agro-ecologie en ik vraag mij af hoe dat bij de jongere generatie leeft. Is dat iets wat je ziet, dat mensen in je omgeving mee bezig zijn of achterstaan? Of blijft het te gemakkelijk om naar de Lidl te gaan en heel goedkope massa geproduceerd? Ik trek het nu natuurlijk op flessen, maar ik vraag me af hoe jij tegenover dat verhaal staat. Ja, ik denk veel leeftijdsgenoten van mij, die gaan sowieso wel niet massa's geld uitgeven aan dingen die ook gewoon goedkoper kunnen, omdat we wel gewoon studenten zijn. Maar ik merk wel dat er
toch een aandacht is voor waar producten vandaan komen. En ik merk ook wel in mijn omgeving dat er steeds meer mensen vegetarisch gaan eten. En dat is ook niet zonder reden. Dat is wel iets waar je ook over nadenkt. En dat er toch wel zoiets is in de supermarkt. Als ik in de supermarkt ben met vrienden of zo, dat ze zeggen van, oh nee, dat komt uit Australië. Nee, we gaan wel gewoon iets anders kopen. Dus dat er op zo'n manier wel aandacht voor is. Maar ja, om dan zo de bio-winkels te gaan aflopen, dat is nog wel een drempel, denk ik, omdat daar gewoon het etiket van duur op hangt. Dus als dat goedkoper zou kunnen, denk ik dat jongeren daar wel zouden voor openstaan. Maar dat de prijs wel een drempel vormt. Oké, dankjewel. Ik heb ondertussen één vraag eruit gekozen waar ik graag wat meer toelichting van zou willen vragen. Als die persoon dat wil doen, tenminste. Van Karel Keulen. Een vraag die me intrigeert is, hoe ziet Barbara de spanning tussen individu en de structuren van de macht? Ik ben wel sowieso geïnteresseerd in die structuren en het grotere plaatje. Karel, zou jij willen uitleggen wat je met die vraag bedoelde? Ja, wat ik met die vraag bedoel is eigenlijk een beetje de onmacht die het individu ervaart om bepaalde zaken te veranderen. Een concreet voorbeeld, hè, bijvoorbeeld de watermaatschappijen die zeggen, ja, maar je moet zuinig zijn met water en zo. En dan blijkt uit een studie dat ze ongelooflijk veel water zelf verkwisten. En daar sta je dan als particulier, hè. Uw kraantjes water heel zorgzaam te behandelen, maar zij zelf repareren hun lekken niet, laten dus kraantjes water weglopen gedurende 26 jaar, hè, stond in de Morgen. Allee, dat zijn zo zaken dat je denkt als individu, wat kan je doen tegenover die grote structuren, die bedrijven, om daar iets in gang te zetten eigenlijk? Een heel kort antwoord is collectieve actie. Ik denk inderdaad dat we als individu maken deel uit van gemeenschappen, van collectieven. En dat we onze eigen macht, dat die enkel groter wordt door samen te werken met anderen. En ons ook niet te laten doen door het idee, want het is ook de schuld wijzen naar individuen. En als individu moet je de kraan dicht doen als je tanden poetst enzovoort enzovoort. Zo gaat de verandering er niet komen. Natuurlijk is dat ook belangrijk om individueel gedrag en dingen. Maar ik denk dat deze reeks rond hoop net daarom zo belangrijk is, omdat dat ook gaat over dat je ziet dat dingen anders kunnen door eigenlijk collectieven, door mensen zoals Stijn en anderen die dingen anders proberen te doen. Het viel mij op als Stijn sprak er straks, dat er meteen een hele hoop heel concrete vragen in de chat komen. Het is van, dat spreekt tot de verbeelding. En dat idee van die dingen alternatieve plaats geven, is eigenlijk iets wat dat empowerend werkt. Als ik zelf denk bijvoorbeeld, ik werk heel veel rond de studie en van machtsstructuren en heel veel negatieve dingen. Bijvoorbeeld, ik ben veel bezig met het dossier rond de GGO's en gentechnieken en dat geeft heel veel negatieve energie. En de enige manier om toch nog die energie te kunnen houden voor mezelf en om positief en mij te kunnen blijven inzetten voor een andere wereld, is net ook om deel uit te maken van collectieven. Om samen met andere mensen te spreken, daarover na te denken, dingen uit te bouwen en te experimenteren in de dagelijkse realiteit. Ja, je zegt, Stijn kreeg inderdaad een heleboel praktische vragen. En dan wil ik meteen ombuigen naar geen praktische vraag naar Stijn, maar er vraagt iemand, krijg jij banken mee in jouw verhaal? En ik wil van die praktische vraag een theoretischere vraag maken die ik zelf heel erg heb. Met initiatieven rond agroecologie of andere vooruitstrevende initiatieven, is de vraag altijd in hoeverre... want als je nadenkt over banken meekrijgen, dan ben je eigenlijk aan het denken, hoe kan ik het systeem dat er nu is gebruiken om een systeemsverandering in de hand te werken. En mijn vraag is dan, ja, in hoeverre moeten we
buiten het systeem gaan staan en het zo omvormen? En in hoeverre moeten we eigenlijk het nog meedoen met het systeem? Als dat, dat klinkt heel vaag en abstract, maar dat is iets waar ik zelf wel mee, mee worstel. Stijn, hoe heb jij dat gedaan? Of hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Je bent natuurlijk niet de enige die ermee mee worstelt. Ik zelf ook natuurlijk. Heb geld nodig, hè, om dingen te doen. En in, het, in ons kapitalistisch systeem, ja, moet je het geld van ergens halen. Dat zijn de banken of investeerders. En ja, de durfkapitalen, om het zo te zeggen. Want bij ons is het een uitspoken risicokapitaal die beschikbaar gesteld is. Ja, zo zijn er niet veel. Hè. Dus, maar je hebt natuurlijk centen nodig. Daar is dan niks aan te doen. Zo is het nu eenmaal. Maar het is natuurlijk wel zo dat je moet zorgen dat die centen op termijn, en dat is uiteindelijk duurzaamheid wil zeggen dat het op termijn een rendement zal geven. Hè. En als je zo je verhaal verkoopt, dan kun je over middelen beschikken. Maar je verhaal moet logisch zijn en je verhaal moet duurzaam zijn. En met duurzaam bedoel ik dus nogmaals, op de lange termijn, doordat je processen uit de ecologie gebruikt, doordat je uiteindelijk een logisch project hebt, kun je wel ook terug geld gaan puren. Anders is het uiteindelijk ook geen duurzaam project. Het is niet alleen duurzaam omdat het goed is voor de natuur, het is ook duurzaam omdat er een economische hefboom op zit. En inderdaad, je moet wel de fondsen meekrijgen die op lange termijn denken. En met lange termijn bedoel ik dat ze niet willen cashen binnen de eerste 10 jaar. En in ons geval, banken, ja, we hebben een bank meegekregen, maar dat is echt voor een zeer klein stukje. Echt een heel klein stukje, dus dat is niet simpel. Je moet ook klein starten, denk ik, en langzaam gaan opbouwen. Zodanig dat je eerst je proof of concept kunt volbrengen, dat je hetgeen dat je uitprobeert, kunt bewijzen dat je het kunt. En zo kun je gaan verder groeien. Maar centen, ja, dat heb je helaas nodig. Ja. Ja, ik hoor jou dan ook nog altijd zeggen dat je moet aantonen dat je rendement hebt. En ik vraag me af in hoeverre dat ook nog een soort... Ja, moet dat denken dan niet, zoals uit het verhaal van Barbara bleek, ook omgebogen worden naar niet meer zozeer denken in rendement of rendement in een andere vorm misschien? Ja, ik weet niet of daar nog iemand van de sprekers iets aan had willen toevoegen of... Ik zou jullie aanraden om allemaal te kijken naar een aflevering van Zembla 2 weken geleden, of een aantal weken geleden, ik zal het opzoeken en in de chat zetten, waarin dat men de interviewers interviews maakte met de mensen die leningen moeten geven aan boeren, die op papier zeggen dat ze voor de verduurzaming van de landbouw zijn, en dan in de praktijk laten zien als er boeren komen die willen omschakelen, die vaak een nee krijgen op hun investering, omdat het niet economisch rendabel volgens de standaard maatstaf is. Een aanrader, die documentaire. Oké, dankjewel. Ja, we ontvangen graag de link. Ik wil om de avond te eindigen teruggaan naar de... Naar het idee van hoop en van vooral hoop in collectieven. Daar hadden we het er juist ook al over. Dat dat een soort van drijfveer kan zijn. En Emma, je hebt, zoals ik heb gezegd, ook meegedaan aan de klimaatprotesten en het klimaatspijbelen. Wat is jouw, of wat denk jij dat de rol kan zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid in dit verhaal? En hoe ver kunnen burgers daarin gaan? En ja, heb jij daar gedachten over? Ja, ik denk dat dat super belangrijk is. Want wat Barbara daar straks ook al aanhaalde, was dat we niet meer nood hebben aan extra wetenschappelijke bewijzen. Die wetenschappelijke bewijzen zijn er gewoon. En het feit is gewoon, wetenschappelijke bewijzen zijn blijkbaar niet genoeg om politieke overtuigingskracht uit te oefenen. Dus is er nog die tussenschakel nodig van mensen die gewoon zeggen, hé, wij eisen dat jullie hiernaar gaan luisteren. En dat kost moeite, dat kost superveel energie. En dat is niet als één keer iemand protesteert dat er iets gaat gebeuren, maar op lange termijn, als je veel protesteert, ja, moet uiteindelijk geluisterd worden. Anders gaan de dingen ontploffen, denk ik. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja,
En Suzy, je had het tijdens jouw presentatie ook over de rol van het beleid. Hoe, want ja, zonder dus die beleidsverandering gaan we er ook niet komen, maar hoe zie jij die samen, dat samenspel tussen burgerinitiatieven, participatie en beleidsvorming? Moeten we daar ook radicaal anders over gaan nadenken? Of hoe kunnen we dat systeem gebruiken? Moeilijke vraag. Ik denk dat het wel belangrijk is. Het beleid verschuilt zich altijd achter het feit dat er geen draagvlak is om verandering door te duwen. Enerzijds door die burgerbewegingen en hoe meer mensen dat daaraan deelnemen, ontneem je het beleid dat argument van er is wel draagvlak voor, omdat we dat met z'n allen aan het creëren zijn. En dat is zeker wel heel belangrijk. Hè? Dus dat draagvlak dat moet ergens gecreëerd worden en daarvoor hebben we die kritische massa nodig aan mensen die zich achter een alternatief scharen of een set van alternatieven scharen. Maar anderzijds ook moet het beleid ook zijn nek durven uitsteken en proactief zijn en risico's durven nemen en ook keuzes maken die het algemeen belang voorop stellen en niet het belang van een kleine minderheid aan superrijke, machtige bedrijven. Dus wij proberen de overheid daar zoveel mogelijk op te wijzen dat zij moeten handelen in het voordeel van het algemeen belang en dat is wat dat zij moeten voorop stellen, dat zij verplicht zijn om de mensenrechten te respecteren en die te realiseren. En het recht op voedsel is er daar eentje van. En dat is ook het meest geschonden tot nu toe. Dus wij hebben daar een aantal hefbomen om het beleid verantwoordelijk voor hun verantwoordelijkheid te stellen. En dat is wat we proberen te doen. Mm-hmm. Dankjewel. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één of twee vragen. En eentje die van een andere slag is als de laatste, meer theoretischere vragen. Maar wel een heel interessante is, hoe verhoudt het label bio zich nu eigenlijk tegenover agroecologie? En ik wil daaraan aan toevoegen, hoe weten we dan of wat we kopen of waar we aan meedoen, of dat deel is van die keten van agroecologie? Waar kunnen we op letten als consument als we graag agroecologischer gaan eten eigenlijk? Misschien dat, ja, Stijn, omdat jij daar ervaring mee hebt in het doen zelf, dat jij iets over die labels kan zeggen? Wel, ja, labels maken het natuurlijk aan de ene kant gemakkelijk, hè, om de consument te informeren, maar aan de andere kant heb je soms zodanig veel labels dat je het bos door de boom niet meer ziet. Wat dat bio in slaagt, is eigenlijk om te zorgen dat alles wat dat onder bio wordt verkocht, dat een duidelijk etiket heeft, dat het agro-ecologisch geteeld is en daarnaast ook nog op een andere manier. Maar ik denk dat agro-ecologische producten ook moeten zoeken naar, ja, een label waarbij dat het kan gelabeld worden. Want het is niet altijd omdat het agro-ecologische teel is, dat daarom ook bio is. Dus ja, inderdaad, die informatie die naar de consument gaat, is superbelangrijk, want het is daarop dat de consument hem baseert. Maar de consument moet het wel duidelijk zien. Dus dat is iets dat je, denk ik, de nodige marketeers op moet loslaten om die producten in de kijker te zetten. Voilà. Mag ik daar een radicaal andere mening over hebben? Ik denk als we agroecologie een label gaan geven, dat het einde van de agroecologie is. En dus ik zou eerder... Over de producten die door de agroecologie worden geproduceerd, dat je toch moet aantonen dat het op die manier is geproduceerd en anders geproduceerd is dan de standaard productie. Ja, maar ik denk dat we agroecologie niet tot een product kunnen reduceren. Dus bijvoorbeeld de biolandbouw maakt onderdeel uit van de agroecologische beweging. Als het gaat over een erkenning geven, dus dat de consument inderdaad kan zien. Ik denk dat het superbelangrijk is dat die labels er zijn, dat er biolabels zijn en dat die een geloofwaardigheid hebben. Dat er labels zijn die zeggen, dit werd gemaakt zonder GGO's of dit werd gemaakt zonder dierenleed en zo. Dus ik denk
denk dat die labels zeker hun nut zijn. Maar als we de kracht van agroecologie zien, dat gaat over veel meer dan dat productiesysteem. En als, ik denk als we daar nu een label aan geven, dat we eigenlijk gelijk geven aan de cooptatie, dus de proberen het institutionaliseren van agroecologie en dat we dan die politieke kracht gaan verliezen. Dus, en natuurlijk, ik weet ook niet, alle boeren zijn om verschillende redenen te vinden voor biolandbouw en willen dat label halen, maar je hebt andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld participatieve garantiesystemen, waarin dat groepen van consumenten rond een boer samen gaan afspreken van wat zijn de criteria die wij hier willen hanteren om op deze specifieke plek in vertrouwen met elkaar samen te kunnen werken. Maar dat is dan iets dat heel gelokaliseerd is. Dus dat op verschillende plaatsen, dat er anders en dat op basis van vertrouwen tussen die producenten en die consumenten zijn. Dus ik zelf geloof ik meer in een gedifferentieerde aanpak op die manier en tegelijkertijd de biolandbouw en het biolabel te blijven ondersteunen, dan te zoeken naar een nieuw agro-ecologisch label. Dank jullie wel allemaal. Het was een enorm rijke avond weer al. We moeten helaas afsluiten. Ik heb nog niet alle vragen kunnen doorsluizen naar jullie. Maar ik hoop dat iedereen toch tevreden is met wat er nog van antwoorden is gekomen. Ik ga voor mezelf onder meer onthouden van deze avond dat ook als het soms futiel lijkt of klinkt om toch de keuze te maken om voor biologische landbouw te gaan en je denkt, wat kan ik daar nu als eenzaad aan veranderen? Dat we op die manier toch wel een soort radicale daad stellen door mee te gaan in die hoop en die verbeelding van wat er mogelijk is, zoals Barbara in haar presentatie heeft geschetst. Wat ik heel hoopvol en activerend vind. Dan wil ik nu, om de avond af te sluiten, jullie echt enorm hard bedanken, de sprekers die we bij ons hadden. Maar ook het publiek voor het supergrote engagement in de chat. Het blijft nog steeds binnenkomen. En ook de organisatoren, dus Uxia, Broederlijk Delen en de leerstoel Economie van de Hoop van de Universiteit Antwerpen. Ik herinner jullie eraan dat jullie de documentaire van aan het begin, dus via de link die ik helemaal aan het begin in de chat heb gezet, of op tv kunnen zien. En ik herinner jullie er ook aan dat de inschrijvingen voor de volgende en de laatste sessie volgende week op 6 mei nog open zijn. En dat wordt een soort slotbeschouwing waarin de donut-economie van Kate Raworth echt centraal komt te staan. En deze webinar, het werd al gevraagd in de chat, kunnen we die delen? Want dat gaan we waarschijnlijk willen doen, ikzelf ook. Die komt inderdaad op YouTube te staan en die is te vinden via de websites van Uxia, van Broederlijk Delen en van de leerstoel Economie van de Hoop. Dus daar kunnen jullie die zeker terugvinden. En dan wil ik jullie nog een heel fijne avond wensen. En dank allemaal voor jullie komst en participatie.